Goedemorgen. Ik ben blij dat ik hier mag zijn in het huis van de Heer. En ik geloof dat de Heer iets bijzonders wil doen deze ochtend. Dat we hier niet zomaar bij elkaar zijn, maar dat we hier zijn om de koning te ontmoeten. Ik wil een lied met u zingen, maar ik weet niet welk lied. Is Soraya toevallig aanwezig? Kent u het liedje van I Need You? I need you, oh, I need you. Every hour I need you. Bless me now, my Savior. I come to thee. U heeft toch geen haast, hè? Dit soort liedjes moet je rustig zingen. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Bless me now, my Savior. Als u hem nodig heeft, zing I need thee, oh. I need thee. Vroeger, dus dit zijn mijn liedjes. Kent u ook van Fill My Cup, Lord? I lift it up, Lord. Come and quench this thirst in my soul. Yes, Lord. Fill my cup, Lord. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirst in my soul. Bread of heaven, feed me. Chain, break every chain, break every chain.
an army rising up. Rising up. There's an army rising up. Denk aan onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En hier wil ik stoppen. Dit is worship. Daarna gaan we dingen van God vragen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar dit eerste gedeelte is worship. En als er één boodschap vandaag is, de Heere verwacht onze aanbidding. Er is genoeg praise in de kerk geweest. Het is nu tijd voor aanbidding. Ik ga het nog een keer zeggen. Er is genoeg praise geweest. Wanneer we dingen van God willen hebben, we danken Hem voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Maar het is tijd voor worship. Dat het om Hem en om Hem alleen gaat. Niet om wat Hij voor ons kan doen, maar om wie Hij is. Gaat u zitten, want ik heb niet veel tijd. En ik weet niet waar de Heer ons gaat leiden vandaag, maar ik geloof in machtige dingen van God. Weet je, als we zo buiten, ik kwam hier naartoe en ik dacht van, De eerste herfststormen zijn een feit. Ik weet niet of u het gemerkt heeft, maar het is best wel veel wind is er buiten en best wel veel regen. Het is koud, het is winderig, er gebeurt heel veel. Het is niet zo prettig om buiten te zijn. En we merken dat als, zeg maar, als het koud is en het niet zo lekker weer is, dat mensen op straat minder vrolijk zijn. U waarschijnlijk niet, maar ik ben ook niet zo heel vrolijk op straat. En de mensen worden beïnvloed door het weer. Opeens is de Albert Heijn een heel stuk verder dan als het mooi weer is. Als het mooi weer is, maakt het niet uit, want dan is het lekker weer en we wandelen er lekker naartoe. Maar als het slecht weer is en het is koud buiten, dan is het weer eigenlijk iets te ver. En het is te koud allemaal. Want als het mooi weer is, dan is men blij. Men is positief en opgewekt. Maar als het de koude, donkere dagen zijn, dan is men chagrijnig, pessimistisch en negatief. Men is negatief, want opeens is niks meer goed. Opeens zijn alle dingen die voorheen goed waren, zijn opeens niet meer goed. Want het zit tegen. Men is pessimistisch, men is niet meer zo vrolijk, men ziet alles wat somberder in dan voorheen. Dat komt door de invloed van buitenaf. Maar als we ons laten beïnvloeden door de zaken om ons heen, maakt het ons onstabiel. Want vooral als u het niet wist, de dingen die om ons heen gebeuren, hebben wij geen vat op.
Ik heb nog niemand ontdekt, niemand heb ik leren kennen, die kan zeggen, ik bepaal dat het morgen mooi weer is. Er zijn dingen om ons heen die er gebeuren, waar wij geen vat op hebben. En als die dingen effect op ons hebben, dan maakt ons dat onstabiel. Maar ik ben blij dat u vandaag hier gekomen bent, ondanks het weer. Ondanks de kou, ondanks de regen, ondanks de wind. Dat u ervoor gekozen heeft om hier te zijn. En ik zal u zeggen, er zijn velen die gedacht hadden om hier te zijn. En sommigen hadden verwacht om hier te komen. En anderen hadden gehoopt om hier te zijn. Maar u moest hier vandaag gewoon zijn. Ondanks het weer, ondanks wat er om ons heen gebeurt, heeft u ervoor gekozen om naar het huis van de Heere te gaan. Want we zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. Ik ben hier niet voor een mooie boodschap. Ik ben hier niet voor mooie muziek. Maar ik ben hier om de koning te ontmoeten. U heeft me niet gehoord. Ik weet niet waarvoor u gekomen bent. Maar als u gekomen bent voor een mooie boodschap, dan bent u niet op de juiste plaats. Maar als u bent gekomen om de koning te ontmoeten, bent u op de juiste plaats. Als we de koning ontmoeten, zal het ertoe leiden dat de invloed van binnenuit sterker wordt dan de invloed van buitenaf. De invloed van buitenaf kan ons onstabiel maken. Maar de invloed van binnenuit maakt ons stabiel. Want voor als u het niet wist, wij dienen een stabiele God. Hij is gisteren, hij is heden, dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dus dit betekent dat wat er ook om ons heen gebeurt, we weten hoe stabiel hij is. Maar er zijn veel mensen in deze tijd die hebben te dealen met herfststormen in hun leven. Het gaat allemaal niet zo lekker. Het zit allemaal een beetje tegen. En die mensen, ze doen een beetje raar. Ze zijn niet raar, maar ze doen raar. Want ze zijn onstabiel door de dingen die er om hun heen gebeuren. Er zijn mensen, ze doen een beetje vreemd. Ze zijn niet vreemd, maar ze doen vreemd. Omdat er dingen in hun leven gebeuren waar ze geen vat op hebben. En zelfs deze mensen komen ook naar de kerk. Voor een mooi woord of voor een mooie prees. Maar als we naar huis zouden gaan met een stabiele God, dan zouden die al die dingen om ons heen geen vat op ons hebben, want God is groter dan dat. Wat ik u wil vertellen, en al hoort u niks meer dan dit, ondanks tegenslagen, ondanks successen, ondanks blijdschap, ondanks verdriet, ondanks een mooie toekomst, ondanks een zwaar verleden, God is goed. Hij hoeft zich niet te bewijzen. God is goed. Dus wat ik u wil zeggen, waar u ook staat in het leven op dit moment, God is goed. De duivel is een leugenaar. Maar God is goed. Wat ik u wil zeggen, waar u ook staat, hoe u zich ook voelt, hij doet alle dingen medewerken ten goede. Want God is... U heeft uw boodschap al. U heeft uw boodschap al. Mensen wachten op iets. Mensen zoeken iets. Mensen zeggen, oh, hoe kom ik hieruit? Maar hij doet alle dingen medewerken ten goede. Want God is goed. Dat betekent, vanaf het begin was hij goed. En aan het einde is hij nog steeds goed. Want hij is de eerste. En hij is de laatste, hij is de alfa en hij is de omega. David zei het nog anders. Hij zei, zijn heil
en goede tierenheid. Zijn heil en zijn goedheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Maar dan zegt hij iets essentieels erachter. Maar ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte. Het was dezezelfde David die zei, Heren, wat u ook doet, wat u ook van mij weghaalt, haal uw geest niet van mij weg. Het gaat om worship. Het gaat om God. Het gaat om zijn aangezicht en niet om zijn handen. Niet wat hij voor ons kan doen, maar om wie hij is. Dat verzekert u, dat verzekert mij, dat waar we ook zijn, waar we ook doorheen gaan, hij doet alle dingen medewerken ten goede. We mogen blij zijn. We mogen lachen. Simpel gezegd in de woorden van Shireni Martina, ik ben blij. Waarom? Daarom. We mogen het. Want de vreugde des Heren is onze kracht. En de kracht des Heren is uw vreugde. Waarom zeg ik dit? Omdat sommigen het gewoon niet geloven. We dienen God, we kennen God. Maar we leven niet in die blijdschap en die vreugde die Hij ons gegeven heeft. En we zien meer om dingen om ons heen dan we zien op zijn goedheid. In deze onstabiele wereld dienen wij een stabiele God. Ik wil met u lezen uit Matteüs hoofdstuk 21. Matteüs hoofdstuk 21. En waar ik u zou verwachten dat ik zou spreken over de storm. Hoe Jezus de storm deed liggen toen hij op de boot was. Spreek ik daar niet over. Maar ik spreek erover hoe Jezus een storm veroorzaakte. Ik hoop dat u er klaar voor bent. Matteüs hoofdstuk 21 vanaf vers 12 lees ik. En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit. Die verkochten en kochten in de tempel. En de tafels der wisselaars keerde hij om. En de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem en hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderwerken zagen die hij deed en de kinderen die in de tempel riepen zeggende, Hosanna, de zoon van David. De kinderen in de tempel zeiden, Hosanna, de zoon van David. Er was een situatie aan de gang. Jezus verzorgde een storm. Er was chaos in de tempel. Mensen raakten hun baan kwijt, want ze waren verkoopraces, waren ze hun baan kwijt. Alles was in paniek. En de kinderen, Hosanna, de zoon van David. En zij zeiden tot hem, hoort gij wat deze zeggen? Hoort gij wat deze kinderen zeggen? En Jezus zeide tot hen, ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen, hebt gij lof bereid? Er is iets met kinderen en aanbidding. Laat met u gaan naar Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs hoofdstuk 18. Ik hoop dat u me volgt vandaag. Vers 1. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen, wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? Dus de discipelen, de leiders, de mensen met de positie, de mensen met een taak vroegen, wie is het grootste? En Jezus, hij riep een kind tot zich en plaatste dat in hun midden. En zeide, voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert, de NIV zegt wanneer u niet verandert, wanneer u het niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. We hebben een issue hier. We hebben een issue. Want de discipelen dachten dat ze al binnen waren. En die waren aan het vechten om een positie om de hoogste plaats. En het antwoord van Jezus is, wacht eventjes.
Als jij niet bekeert en niet verandert als een kind, kom je niet eens binnen. Laat staan dat je de hoogste plaats kunt krijgen. U heeft me niet gehoord. Dit zegt het woord. En zij zeiden, voorwaar ik zeg u, en hij zeide, voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Hou in gedachten, in onze eerste tekst, er was een issue, er was een situatie. En de kinderen gaven God aanbidding. De komende minuten, en ik wil niet langer dan 30 minuten spreken. Ik wil ruimte maken voor worship. Dat we een huis van aanbidding kunnen zijn. Dat we God niet aanroepen omdat het moet. Maar omdat we het willen. Dat we niet zingen omdat het lied op de schermen staat. Maar iets in ons hart zegt, ik wil hem groot maken. Al is er geen muziek. Al is er geen band. Al is er geen stem. Maar ik wil hem groot maken. De komende minuten wil ik met u spreken over de titel Stormachtige ontwikkelingen. Stormachtige ontwikkelingen. Vader, ik wil u vragen, Heer, in alle nederigheid. Wilt u dit woord zegenen, Heer? Heer, het gaat niet om mij, Heer. Heer, het gaat niet om ons, Heer. Het gaat om u alleen. Heer, ik bid u, Vader God, dat voor het einde van deze samenkomst, Heer, en ieder zal beseffen dat u de hoogste plaats in ons leven verdient, Vader. Dat er niemand gelijk aan u is, Vader, en dat niemand in uw buurt kan komen, Heer. U bent de Allerhoogste Heer. Heer, ik bid u, Vader, voor het einde van deze samenkomst, Heer, dat wij allemaal, Heer, u de hoogste prioriteit zullen geven, Heer. Wanneer wij opstaan, zullen wij aan u denken, en voordat we gaan slapen, zullen we nog steeds aan u gedacht hebben, Vader. Dat wij weten dat het om u en om u alleen gaat, Vader. Heer, ik bid u, Vader God, Heer, dat alles wat hier zal gebeuren, tot eer en glorie van uw naam zal zijn, Heer. Heer, niemand wilt hier eer. Ik wil geen eer ontvangen, Vader, want u komt alle eer en glorie, komt u toe, Vader. Heer, ik bid u, Vader God, Heer, dat deze zaal wil vullen met uw heerlijkheid en met kracht, Vader God, Heer. Heer, ik bid u, Vader God, wij u zullen ervaren als nooit tevoren. En dat wij zullen weten, Heer, dat u de Allerhoogste God bent. Heer, ik reinig deze zaal met het bloed van Jezus, Heer. Heer, elke tegenwerking gebied ik te wijken in de naam van Jezus. Elke religieuze geest gebied ik om dit pand te verlaten in Jezus' naam. Heer, ik spreek uw vrijheid uit over deze plaats, Heer. Want u zegt, waar uw geest is, daar is er vrijheid, Vader God, Heer. Heer, wij staan geen nederlagen toe, Heer. We gaan van overwinning op overwinning, Heer. Want u bent aan onze zijde, Heer. Heer, doe wat u wilt doen, Heer. Spreek wat u wilt spreken. Laat de woorden van mijn mond u welgevallig zijn in Jezus' naam. Amen. Als klein kind, als kleine jongen, ben ik geboren in Arnhem. Arnhem is de hoofdstad van Gelderland. En voor degenen die niet weten waar Arnhem is in het oosten van het land. Het oosten van het land. Daar ben ik geboren en getogen, tot mijn 7e jaar. Een van de mooiste herinneringen die ik aan de stad Arnhem heb, is dat zij hebben een andere manier van openbaar vervoer. Waar wij in Nederland kennen wij, of in Amsterdam, kennen wij de bus, we kennen de tram, we kennen de trein en de metro. Maar in Arnhem hebben wij een trolleybus. Een trolleybus is een kruising tussen een tram en een bus. Het is een kruising tussen een tram en een bus. Een trolleybus is verbonden en gaat vooruit door elektra. De bus rijdt niet op diesel of benzine, maar de bus wordt voortgedreven door elektra. Alleen als de bus verbonden is met de bovenleiding, met de leiding van boven, kan het progressie boeken, kan het vooruit gaan. U heeft me al gemist, het is misschien een beetje vroeg. Een trolleybus gaat alleen maar vooruit
als het verbonden en connected is met de bovenleiding. Het verschil, het grootste verschil tussen een tram en een trolleybus is dat bij een tram is de rails is al gelegd. Bij een trolleybus heb je de mogelijkheid om een beetje naar links en een beetje naar rechts uit te wijken. Maar niet te ver. Niet te ver. Want je moet verbonden blijven met de bovenleiding. Bij een tram is de route al bepaald. Bij een trolleybus heb je een beetje vrijheid. Te veel mensen denken dat het leven met God is als een tram. Dat er een strakke lijn is waar je op moet zitten en dat je niet naar links en naar rechts kan. En zij denken dat mensen die tot geloof komen, moeten leven zoals zij geloven, zoals zij leven. Dat mensen die tot geloof komen, zich moeten kleden zoals zij zich kleden. Dat mensen die tot geloof komen, moeten praten zoals zij praten. Zij bepalen de weg. Maar dat is geen relatie met God. Een relatie met God is te vergelijken met een trolleybus. Je hebt wat vrijheid. Je kunt naar links, je kunt naar rechts. Maar om progressie te blijven boeken, moet je verbonden blijven met de bovenleiding. Te vaak zijn wij vast blijven zitten doordat wij een evangelie verkondigen uit het Oude Testament. Het Oude Testament leert ons, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Terwijl Jezus leert ons in het Nieuwe Testament, heb God lief met geheel uw hart, uw ziel en uw verstand en uw naasten als uzelf. Het gaat om de liefde, de keuze voor God om een persoonlijke relatie met hem te hebben. Niet een weg te bewandelen die anderen hebben bewandeld, maar het is onze eigen verantwoordelijkheid. Leert het woord ons niet, leef en doe wat je wil doen. Maar weet één ding, staat in Prediker, aan het eind van je leven moet je verantwoording aan de Heere afleggen. Wie ben ik dan om een rails voor u neer te leggen en zeggen, ga hier en je mag niet naar links en niet naar rechts. Want misschien mag ik bepaalde dingen die u niet mag. Misschien kan ik bepaalde dingen aan die u niet aan zou kunnen. Misschien ben ik voor iets geroepen waar u niet voor geroepen bent. En u weet het niet, want hij heeft u niet geroepen, hij heeft mij geroepen. Misschien heeft hij u geroepen voor iets wat ik niet begrijp. Maar u heeft geen verantwoording aan mij af te leggen. U heeft de verantwoording af te leggen aan de Heere. Een trolleybus boekt progressie, kan vooruitgaan, zolang het verbonden is met de bovenleiding. Een van de dingen die we moeten begrijpen in het huis van God, een van de dingen om te begrijpen in ons persoonlijk leven, als wij vooruit willen gaan in het leven, is dat niet omdat we God zoeken om dingen voor ons te doen. Die goed na. Soms zoeken wij en dan vragen wij de Heer om dingen voor ons te doen, omdat wij iets willen bereiken. Wij willen een bedrijf opstarten. Oh Heer, open een deur. Oh, u bidt niet zo, ik zeker alleen. U wilt dat er iets gebeurt. U wilt iemand in uw leven, u wilt iemand ontmoeten. Oh Heer, help me dat vandaag die geweldige broeder of zuster naast mij komt zitten. We willen dat iets moet gebeuren en God moet iets voor ons doen. Maar wat leert de trolleybus ons? We hoeven alleen maar God te zoeken om wie hij is. En we kunnen al progressie boeken. Het probleem bij ons is dat wij met de verkeerde motieven God aan het dienen zijn. Als wij niet hem dienen om wie hij is. Veel mensen komen naar hem toe omdat hij iets voor ze kan doen. En als hij dat ding niet binnen 5 weken doet, komen ze niet meer. Maar nu zijn we boos en teleurgesteld. We verwachten iets van hem. Maar alles wat hij voor ons zou moeten doen, heeft hij al gedaan. Toen hij zijn zoon naar de aarde stuurde om te sterven voor u en voor mijn fouten, heeft hij alles al gedaan. Het belangrijkste voor ons in het leven is, en ik ga het niet ingewikkeld maken en ik ga er niet een mooie boodschap van maken en ik stop als de tijd, als het gewoon over 10 minuten stop ik gewoon en ben ik er klaar mee. Het belangrijkste voor ons is dat wij connected en verbonden zijn met hem.
En vooral in deze tijd, in deze eindtijd. Kent u het verhaal van die maagden? Die 10 maagden die voor Jezus kwamen, voor de bruidegom. En de 10 maagden waren aan het wachten. En er waren 5 hadden verse olie. En 5 hadden geen olie. En toen de bruidegom kwam, toen die 5 die geen olie hadden, moesten olie gaan kopen. En toen ze terugkwamen, was de bruidegom al weg. Voor degenen die niet weten, we leven in de eindtijd. We kunnen niet leven met olie, we kunnen niet leven met benzine. We moeten leven met de connectie met God 24/7. We kunnen ons het niet veroorloven in deze tijd om af en toe af te haken. We moeten constant verbonden zijn met Hem. Dus deze maagden misten de bruidegom. Doordat zij niet leefden in een connectie met Hem, maar ze hadden steeds iets nodig om met Hem verbonden te blijven. Wat ik u wil zeggen, wat wij nodig hebben om met Hem verbonden te blijven, is ons leven aan Hem te geven. Ingewikkelder kan ik het niet maken. Dus zeg, Heer, ik leef voor U. En omdat ik voor U leef, wil ik bij U zijn. En wil ik constant, welke keuze ik ook maak, wil ik verbonden met U blijven. Want de stormen komen. En de stormen blijven komen. En hoe vaak als er een storm komt, geven wij de tegenstander de schuld. Terwijl weet u dat uw Heer en uw Verlosser ook als een wervelwind tekeer kan gaan? Daarom is het voorbeeld van het huis op de rots. Wat gebouwd is op de rots. Is ons huis gebouwd op de rots of is ons huis gebouwd op zand? Het mooie van een huis is, van de buitenkant kun je niet zien waar het op gebouwd is. Van buiten kan het er heel mooi uitzien. U kunt een prachtige auto hebben, velgen, alles erop en eraan. Maar als er geen benzine in zit, gaat u nergens. We kunnen een prachtig huis hebben. Het kan er geweldig uitzien. Maar als het niet gebouwd is op de rots, op zich is er niks aan de hand. Zolang er geen storm is, is er niks aan de hand. Zolang alles gaat als het moet gaan, is er niks aan de hand. Maar wacht op de storm. Zijn we gebouwd, gevestigd op Jezus? Of zijn we gevestigd op bla bla? En in deze tijd is het moeilijk, want we hebben het fenomeen social media. Waar iedereen zich anders en beter en mooier voordoet dan ze werkelijk zijn. En op een bepaald punt zelfs gaan geloven dat ze daadwerkelijk zijn. Dat maakt het nog erger, dus je neemt eigenlijk jezelf in de maling. En er is niks aan de hand, tot opeens het account wordt verwijderd, want ze zitten in een storm. Jezus bracht een storm, een wervelwind in de tempel. En weet u waarom hij die wervelwind en die storm bracht? Zodat de mensen konden gaan herpositioneren. Een storm kan 2 dingen voor ons teweeg brengen. Of het brengt ons dichter bij onze bestemming, of het brengt ons verder vanaf. Waar zijn we op gebouwd? Waaraan zijn wij connected? En deze mensen kwamen in de storm. En de storm kwam in het tempel. En wat gebeurde er? Al die mensen, ze waren geldwisselaars. En hij gooide het geld, ging overheen. En duiven wilden ze verkopen. En hij vernietigde alles. En alles lag over daar. En die man dacht, ik ben hier om geld te verdienen. En mijn dagomzet is weg. Ik heb schulden, ik heb problemen. En ik probeer wat geld te verdienen. En Jezus komt langs. En zijn hele business is failliet. In plaats dat Jezus hem kwam helpen, kwam hij hem eigenlijk nog dieper in de problemen brengen. Maar het hele probleem was hier. Het was prima dat de man wilde werken voor zijn geld en dat is goed. Maar het was in de tempel. En de tempel is de plaats waar Gods tegenwoordigheid is. Het gaat fout als we met verkeerde motieven bij God komen. En er zijn te veel mensen die in plaats dat wij naar hem toe komen om wie hij is voor zijn tegenwoordigheid, komen naar hem toe om iets wat hij voor ons kan doen. Sterker nog, wij willen onszelf verrijken. Waarom komen wij naar de Heer? Om onszelf te verrijken of om hem te verrijken?
bent stil vandaag. Wat is de reden waarom we dat doen? Hij zegt, je komt in de tempel, maar de tempel is de plaats om God aanbidding en God de eer te geven. Maar deze mensen kwamen om zelf iets voor zichzelf te doen. En hij ging tekeer en er was paniek. Dit was precies waar de discipelen waren. Waar de discipelen gingen vragen. Ze gingen vragen van, maar heren, hoe zit dat nou precies? Wie is nou het grootste in het koninkrijk? Wat voor vraag is dat? Waarom moeten we bezig zijn met een positie en een plaats? Waarom is het leven zo op onszelf, in plaats dat het leven is op hem? Waarom zijn we zo met onszelf bezig, om zelf beter van te worden? Dat we ermee bezig zijn dat hij meer moet worden en dat wij minder moeten worden. Er was een situatie die we tegenwoordig ook tegenkomen. Mensen gaan van de ene storm in de andere storm. Maar een storm is alleen maar negatief wanneer we de verkeerde motieven hebben. Oh, dat heb ik echt gezegd. Het kan ons dichter bij God brengen, dichter bij onze bestemming, als we de juiste motieven hebben. Maar als wij de verkeerde motieven hebben, kan het ons zwaarder in de problemen brengen. Dus als u door een strijd en een situatie heen gaat, moet u eigenlijk bij uzelf kijken, zijn mijn motieven wel goed? Waarom ga ik hier doorheen? Te veel mensen zijn gefocust op zichzelf, in plaats van op de Heere. Bisschop, vroeger als mensen naar de kerk kwamen, kwamen ze voor Jezus. En voor niks anders, ging alleen maar om Jezus ging het. En tegenwoordig is het en, oh ja, Jezus hoort er ook nog bij. Ik moet op tijd naar de kerk gaan, want ik heb een taak, ik heb een bediening, ik ben ingeroosterd. Ingeroosterd. Ik ben vrij deze week, dus ik blijf thuis. Het gaat niet meer om Jezus. We moeten terug naar het hart van aanbidding, dat het om Jezus gaat. Vertroebeld door de maatschappij. Vertroebeld om alle dingen. Vertroebeld om alle tastbare dingen. De tastbare dingen. Je wilt dingen zien, je wilt het zien, je wilt het zien, je wilt het zien. Maar het leven met God heeft niks te maken met zien. Want als ik het zie, hoef ik het niet meer te geloven. Het leven met God is geloven. Hij zal dingen niet laten zien, zodat je het kan geloven. Maar je moet het geloven alsof het er is. Het volk Israël was in de woestijn 40 jaar. Ik ben 40 en dat is best een lange periode. 40 jaar, ja, vind ik wel, is toch een leeftijd, toch een mijlpaal, vind ik. 40 jaar in de woestijn. En Mozes zei tegen God van, heren, ik moet naar het volk toe gaan en tegen het volk zeggen dat u ze wil bevrijden. Hij zegt, ja. Ik zeg maar, oké, ze kennen u niet, dus hoe kan ik u voorstellen? Hij zegt, ik ben die ik ben. Maar het volk was alleen maar aan het klagen over de dingen die God voor ze moest doen. Hij zegt, ik ben die ik ben. Wat ben je aan het klagen over de dingen die God voor je moet doen? Als hij zegt, ik ben het, dan heeft hij het al gedaan. En ze bleven 40 jaar in de woestijn. Want ze waren alleen maar klagen, negatief en niks was goed. Want ze waren alleen maar aan het kijken. Terwijl als ze geloof hadden gehad, hadden ze kunnen zien dat God er was. Zijn tegenwoordigheid was er zelfs, de wolk was er zelfs. En nog waren ze aan het klagen. Want het ging hun niet om wie God was. Het ging erom wat God voor ze kon doen. Nee, ik ben 40 jaar. Als ik 40 jaar loop te klagen. En er zijn mensen hier rond die alleen maar aan het klagen en negatief zijn en niks is goed. En ik zal u zeggen, als we in deze houding blijven, het wordt er ook niet beter op.
Hij gaat niet opeens zijn identiteit voor u veranderen. Als zou hij het willen, hij kan het niet eens. Want hij is gisteren, heden, dezelfde tot in alle eeuwigheid. Hij zegt, ik ben die ik ben. Het moet voldoende zijn om te weten dat hij het al is. In de stormen, in de dingen waar we doorheen gaan, hoe is onze houding? Wat is ons motief? En het vraagt niet van u wat mensen over u zeggen. Ik vraag nu, wat is uw motief in uw hart? We kunnen mensen tot zekere hoogte in de maling nemen. Want de mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. En God speelt geen spelletjes, hè? Wij spelen spelletjes, hij speelt geen spelletjes. Hij is serieus. En vooral als je nu weer de stormen zullen blijven komen in ons leven, totdat wij de juiste positie hebben. Iemand zei zo mooi van, ik ben niet bang voor een storm. Ik moet leren om mijn zeilen de juiste manier te positioneren. We moeten niet bang zijn voor een storm, we moeten onze positie, onze houding, onze motieven moeten we aanpassen. Te veel mensen komen verwond in een kerk en blijven verwond in een kerk. Want ze zoeken iets wat er al is. In plaats dat ze hem zoeken, als je hem hebt, hebben we alles. We worden enthousiast als we horen wat God voor ons kan doen. Maar zijn we ook enthousiast als we mogen zeggen wie hij is? Op het moment dat we moeten gaan, in de aanbidding moeten gaan, dan is het stil. Want dan, dan moet ik God zeggen, Heer, u bent. Maar als ik ga vertellen van, God gaat u zegenen en overvloed, dan is iedereen enthousiast. Zijn onze motieven correct? De kinderen. Wees als kinderen. Wees als een kind. Als ik denk aan een kind, denk aan een kind dat altijd dankbaar is. Een kind is zo onbevangen. Ik had mijn dochtertje weer net naar de buren weggebracht en ik zei, oké, papa en mama komen je straks halen. En zei, oké, is goed. Er is geen twijfel in haar dat we haar niet komen halen. Weet wat ik zo mooi vind van een kind? Een kind weet eigenlijk niks, maar gelooft alles. Amen. Amen. En weet u wat ons probleem is? Wij weten te veel. We weten het allemaal beter. Zelfs nu, wat zegt hij nou daar? Ik weet het wel. Iedereen weet het ook beter. Want ik weet eigenlijk niks. Maar ik geloof alles wat hij me vertelt. Ik wil niet interessant doen. Het probleem bij ons is, omdat wij geen relatie met de Heere hebben, zijn we alleen maar aan het denken over dingen. In plaats dat we het gaan geloven en dat we hem gaan volgen. Ik moet naar dit punt toe gaan, want de tijd gaat hier altijd sneller dan normaal. Als kind geloof je ouders. Er is geen twijfel. Het is gewoon zo. Als je een kind hebt en je zegt tegen je kind, als ik tegen mijn dochter zeg van, oké, vanavond als ik thuis kom, dan breng ik je naar bed. En de moeder gaat naar haar toe. En ik zeg, schat, ik ga het niet redden hoor, want het wordt laat op het werk. En zij gaat naar haar toe en zegt, Emmé, ik breng je naar bed. Zegt ze, papa zal me toch naar bed brengen? Zegt ze, ja, maar papa komt wat later. Nee, papa heeft gezegd, maakt ruzie met de moeder, want papa heeft gezegd. Als God iets tegen u heeft gezegd,
Het maakt niet uit wat de mensen allemaal tegen u zeggen, maar God heeft gezegd. En zo klein als ze is, kijkt ze met grote ogen aan. Kom me niks vertellen, want papa heeft gezegd. Een kind weet niks, maar gelooft alles. Ik wil niks weten. Ik wil geloven dat het goed komt. Ik wil niet gaan beredeneren en breken. Ja, maar als ik... Oké, ik heb zoveel geld nog deze maand, maar ik moet dat die rekening... Ik weet alweer te veel. Ik wil het niet weten. Ik geloof het. Als hij zegt dat hij voor me zal zorgen, dan zal hij voor me zorgen. Als hij zegt dat hij in al mijn noden zal voorzien, dan zal... Het is niet eens mijn probleem. Want werp al uw op hem en hij. Als we niet onze zorgen op hem werpen, kan hij niet voor ons zorgen. Er staat en staat er. Werp al uw zorgen op hem en hij zorgt voor u. Dus zolang wij die zorgen hier houden, kan hij niks voor ons doen. En dit is wat Jezus zei. Van zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het andere wordt u bovendien. Daarom begonnen met onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw koninkrijk. Zijn koninkrijk heeft niks met ons te maken, heeft met hem te maken. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dus zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het andere. En zegt hij niet in dezelfde tekst, kijk naar de vogels. Maken zij zich druk om wat ze moeten eten? Ze maken zich niet druk, want ik zorg. Als ik voor hun zorg, zal ik niet voor... Een kind maakt zich geen zorgen. Een kind vertrouwt, een kind gelooft, een kind weet dat... Denk dat mijn dochter ooit zal denken, oh, nou, vanavond krijg ik gegeten. Maakt niet uit, ze weet het. Maakt niet uit wat we moeten doen, maar je zal eten. Een kind maakt zich niet druk. Want een kind weet niks, maar gelooft alles. Toen Jezus in de tempel kwam en een wervelstorm bracht, gebeurde er iets. Hij bracht orde in het huis. Maar weet u niet dat uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest? Ik heb een boodschap voor zeker 400 mensen hier. Ik heb een boodschap voor u. De storm waar u nu doorheen gaat, is wat God dingen in orde aan het brengen is in uw leven. U heeft me niet gehoord. En de storm, God brengt dingen in orde. Dingen die niet helemaal goed waren. Die storm gaat niet over. En veel mensen als in een storm of in een strijd zitten, zeggen ze, oké, ik wil eruit komen, Heer, help me eruit. Nee. Als Jacobus... Ik blijf hierin, want ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ik wil er niet uit, want ik wil dat het in orde komt in mijn leven. Heer, wat er niet goed is, wat er niet hoort. Heer, haal het er. Laat deze storm doorgaan, Heer, tot de dingen in orde zijn. Ik wil niet onstabiel zijn. Ik wil niet zoals Jacobus zegt, van, ik wil niet zo zijn van, oh ja, de ene keer, het is een golf van de wind, je weet niet van waar je komt, je weet niet wie je bent, een golf van de wind staat er toch? In Jacobus hoofdstuk 1 staat er van, ja, het is net als een golf van de zee. Zoals iemand die voort, die twijfelt, is iemand als een golf van de zee. En er staat in het Engels staat er van, en die persoon is innerlijk verdeeld. Innerlijk verdeeld en onstabiel in al zijn wegen, in al haar wegen. Innerlijk verdeeld. Een storm gaande. En twijfel. En van buiten ziet het allemaal nog steeds mooi uit. En we kijken en zo, nou, het is, mij gaat alles goed. Maar hier van binnen, onstabiel, je weet het niet. Ene moment word je gek. Andere moment schreeuw je. Andere moment doe je dit. Maar in de kerk ben je heilig. Maar wacht maar tot je weer buiten bent. En iemand hoeft maar even iets verkeerds te doen. En je ontploft helemaal. Je weet niet waar het vandaan komt. Je hebt geen controle erover. Je bent innerlijk verdeeld en onstabiel. Dus hier kwam
Jezus in de tempel. En hij bracht orde. En die volgende tekst gaat je zegenen. Daarna zegt hij: dit huis zal een bedehuis zijn. Dus naar jezelf. En profiteer het over jezelf. Dit huis zal een bedehuis zijn. Ik laat me niet gek maken. Dit huis zal een bedehuis zijn. Ik zal connected blijven met hem. En daarna staat er: en de blinden kwamen en werden genezen. De lammen kwamen en ze konden lopen. We wachten op wonderen en tekenen. En sommigen willen gebruikt worden door de Heer. Maar we moeten eerst die storm moeten we mee dealen in ons leven. En dat zal niet alleen effect op ons hebben, maar het zal ook effect op anderen hebben. Want de blinden kwamen, die hadden er niks mee te maken. En ze konden weer zien, ze hadden weer visie. Ze konden weer zien. Once I was blind, but now I can see. En de lammen kwamen, de lammen die niet konden lopen, ze konden geen vooruitgang in hun leven boeken. Maar omdat er iemand door een storm is gegaan en het overleefd heeft, kan hij iemand anders helpen die niet kon lopen. Dit is het probleem met de storm. Luister, over de geboorte van een kind. Volgt u me nog? Nu ga ik wat sneller. De geboorte van een kind. Ben Nicodemus. Nicodemus, de schriftgeleerde, komt naar Jezus. Zegt: Jezus, wat is aan de hand? Zegt Jezus: ja, ik snap het niet. Wat is met die wedergeboorte? Wat is aan de hand? Moet iemand opnieuw geboren worden? Opnieuw in de... Hè, hoe gaat het nou precies? Hij zegt: nee, het is geestelijk. Het is een geestelijke geboorte. De wedergeboorte. Het is een geestelijke geboorte. Hij zei: oh, het is een geestelijke geboorte. Oké, dus je bent eenmaal word je gewoon geboren. En dan heb je de bekering, de geestelijke geboorte. Oké, hij zei: maar wie is dan iemand die geestelijk geboren is? Hij zegt: het is net als de wind. Je weet niet van waar die komt. Je weet niet waar die heen gaat. Zoals iedereen door de geest geboren is. De wind, de storm. Je weet niet van waar die komt. Je weet niet waar die heen gaat. Je weet niet wat er gebeurt. Zoals iedereen door de geest geboren is. Dus in plaats van niveau 1 dat de storm tegen ons is. Niveau 2 dat de storm voor ons is. Is niveau 3 dat wij de storm zelf zijn. Gaat heen en verkondig het evangelie. Zoals een ieder die door de geest geboren is. Je weet niet waar die komt. Je weet niet waar die heen gaat. Je hebt geen vat op die persoon. Want die wordt geleid door Gods geest. Zo is een ieder die door de geest geboren is. Maar we kunnen niet die wereld ingaan als we niet echt bekeerd zijn. In 1 Petrus staat er van: je moet een geloof, hè? Je moet blijdschap. Verblijdt u, staat er. Daarna staat er: verblijdt u. Maar luister goed, je gaat door vele beproevingen. En waarom ga je door vele beproevingen? Om de echtheid van je geloof te testen. Om echt te zijn. Een van de dingen. Bishop doet door een van de problemen die we hebben tegenwoordig. Is, luister goed, een van de dingen die we hebben tegenwoordig. Is dat mensen zijn niet meer echt. Ze zijn niet meer echt. We kennen de handelingen van de apostelen. En ze weten en lezen over de handelingen van de apostelen. En die proberen ze na te doen. En ze raken kant nog wel in de wereld. Want wij acteren het, maar we zijn het niet. Dus wanneer wij de wereld willen bereiken, dan praten we vroom. Dan doen we vroom, we handelen vroom, maar we zijn het niet. Maar we moeten niet acteren, we moeten het zijn. En je kan het alleen maar zijn door een relatie met hem te hebben. Dus wat krijgen we nu? De mensen, we willen de wereld in gaan. We willen wel de handelingen van de apostelen. Maar we willen het niet zijn. We willen wel dat als we voor mensen bidden dat zieken genezen worden. We willen dat God ons gebruikt in een ministry. Maar we willen het niet zijn. We willen alleen maar de handeling, alleen maar de acts. Maar in de Bijbel staat dat God heeft de dingen tot aanzijn geroepen. Niet tot het alsof, maar tot het zijn. Into being. Het zijn, het echt zijn. We willen de vruchten, maar we willen niet de boom zijn.
is de boom, Psalm hoofdstuk 1. Geplant is aan waterstromen. Die niet zit in de raad der goddelozen. Niet zit in de kring van de spotters. Maar het Heere wetboek zal niet wijken uit zijn of haar mond. Zijn we de boom? Of willen we alleen de vruchten? Ik moet afsluiten. Er is een bepaald vertrouwen en geloof dat we in de Heere moeten hebben. Mijn dochtertje van 3 en mee. Ze vertrouwt me. Ze gelooft in me. Ze weet het zit goed. Als ik thuis kom van het werk. En vaak heb ik tassen, sleutel, houten sleutel, telefoon in mijn hand. En ik kom binnen en ze is op haar kamer. Dan roept ze, papa, ja, ik ben er. En dan loopt ze naar de trap. Op dat moment keer ik me om. En ik sluit de deur. Dan plotseling moet ik me omdraaien. Want terwijl ze netjes van de trap loopt en de leuning vasthoudt, is er een moment dat het te traag gaat. En als ze op de 6e of 7e tree is, springt ze. Ik sta nog met mijn gezicht naar de deur. En plotseling zegt iets in mij, draai je om. En dan moet ik maar mijn telefoon gooien. Dan maar weer naar de iPhone dealer. Dan je tas neer, je sleutels neer. En je vangt erop. Zij heeft een ingebouwd vertrouwen. Als ik spring, hij vangt. Ik hoef niet te wachten op zijn teken. Als ik spring, hij vangt. God heeft een belofte voor u. En we kunnen die trapleuning vasthouden en tree voor tree naar beneden gaan. Ik zeg, het is tijd om te springen. Ik zeg, het is tijd om te vliegen. Het is tijd om te vertrouwen. Het is tijd om hem te geloven. Want het gaat te lang duren op dit tempo. Het gaat te lang duren. Er is een moment gekomen dat u moet durven om hem te vertrouwen. De stabiele God. Ik zoek naar mijn slot, maar ik kan mijn slot niet vinden. Dank u, Jezus. Elk woord komt uit de mond van God. Het zal volbrengen waartoe het gezonden is. Elk woord. Elk woord. Het zal volbrengen waartoe het gezonden is. God is stabiel. Deze storm is niet om u neer te halen. Maar deze storm is om u de volgende level te brengen in hem. Verander uw perspectief, verander uw motief. Toen Jezus op aarde was Jezus in Gethsemane. En hij is het woord van God. Volgens Johannes hoofdstuk 1 vers 1 is hij het woord. En hij was in een strijd, hij was in een battle, want de strijd was te zwaar. Maar hij wist dat het woord gesproken was en het moest tot uitvoering komen. En hij zei daar, in Gethsemane zei hij van, Heer, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar toen kwam het stukje worship. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het gaat niet om mij. Heer, het gaat om u. En de tweede keer kwam hij weer. Hij zei, Heer, indien mogelijk, kan deze beker voorbij. Tenzij er niemand anders is die dit kan uitvoeren.
Het is voor uzelf. Het is voor mijzelf. Het is onze persoonlijke strijd. Maar het is ook onze persoonlijke overwinning. De focus op Hem houden. Het gaat om Hem. De praise is goed geweest. Het is nu time for worship. Het is nu om Hem te leren kennen, dichter bij Hem te komen. Ik sluit nu met dit, sluit ik af. In het boek Haggai is er een discussie tussen de profeet Haggai en de Heere spreekt daar en hij zegt: heb je niet gezien? Heb je niet gezien wat er is gebeurd? Mijn huis ligt overhoop. En heb je niet gezien dat mensen met hun eigen dingen bezig zijn terwijl mijn huis overhoop ligt? Heb je niet gezien dat mensen met zichzelf bezig zijn? En hij sprak tot het volk van God, hè, ging het. Het ging om het volk van God. Dat ze met hun eigen dingen bezig zijn terwijl mijn huis overhoop. Heb je niet gezien dat ze met hun maatschappelijke carrière bezig zijn terwijl ze geestelijk nog niet eens in balans zijn? Heb je het niet gezien? Hij zegt: weet je wat er gebeurt? Ze hebben een gat in hun hand. Ze verdienen geld, maar het is weg. Ze komen weer van het een in het andere probleem komen ze. Waarom? Mijn huis ligt overhoop. Ze hebben de prioriteiten niet goed gesteld. En ze denken: we moeten nog harder werken, we moeten nog meer geld verdienen. En we vinden nog meer geld en het gaat nog harder, gaat het weg. Dit is voor het volk van God. Want de prioriteiten zijn niet gesteld. En dan zegt hij: want als ze wat opbouwden, lees het, staat er, hij blies erin. Hij bracht een storm om te testen, was het gegrondvest op hem of was het gegrondvest op de persoon zelf? God zelf blies erin. Die storm veroorzaakt hij zelf om te testen, zijn we in hem gegrondvest op onze eigen wil? En dan staat er, en hij wekte de geest op van Zerubabel. Hij wekte de geest op om een opwekking te brengen. Daarom moest ik deze boodschap prediken tot u. Als we tot het besef komen dat het om hem gaat en niet om ons. Als wij tot het besef komen dat wij een sta in de weg zijn voor onze eigen zegen en niet die ander. Als we tot het besef komen dat alles wat God wil doen, wil hij doen. Hij heeft het al gedaan. Alleen wij zijn er nog niet klaar voor. Hij wekte zijn geest op. En toen kwam de tweede tempel. En na de tweede tempel was er paniek, want er was niks in het land. Er was niks in het land. Het land was leeg. En weet de profetes, weet u wat ze zeiden? Er staat, was er nog een zaad in de schuur? En dit is wat de Heer me liet zien. Al die gebeden door de jaren heen. Is er nog een zaad in de schuur? Er zijn velen hebben met u gebeden door de jaren heen voor het huis. En velen denken: mijn Heer, wanneer komt het? Maar er is nog een zaad in de schuur. En dit profeteer ik over uw gemeente. Dit is de tijd van de opwekking van Maranatha Ministries. U hoeft mij niet te geloven, ik geloof het. Dit is de tijd van de opwekking van Maranatha Ministries. De stormen zijn niet voor niets geweest. Dit is de tijd. Jezus. Dank u, 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 Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Heer, u moet meer worden, Vader. Heer, u moet meer worden, Vader. Wij moeten minder worden. Het gaat om u alleen, Vader.
Heer, vergeef ons als wij u niet de plaats hebben gegeven die u toekomt, Vader God, Heer. Maar het gaat om u alleen, Heer. Het gaat alleen om u, Vader. Het gaat alleen om u, Vader. Als u kunt, u mag God aanbidden. In uw eigen woorden, u mag God aanbidden. In uw eigen woorden, u mag God aanbidden. Maar ik waarschuw u, pas op voor zijn heerlijkheid en glorie komt eraan. Als u het aankomt, u mag God aanbidden. Pas op voor zijn heerlijkheid en glorie, het komt eraan. Dit is de tijd. Dit is de tijd. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Zelf geen controle meer, maar hij neemt het over. Als u er klaar voor bent dat hij het overneemt, vertel het hem. Vertel het hem, hij mag het overnemen. Als hij zegt, Heer, u mag mijn leven overnemen, vertel het hem waar u bent. Als u wilt, hij uw leven mag overnemen, u mag het hem vertellen. Vader, neem over, Heer. Vader, neem over. Wij hebben u nodig, Heer. Het gaat om u alleen, Vader. Wij willen terug naar het hart van aanbidding, Vader. Wij willen terug om te zijn waar u bent, Vader. Deze storm is om u dichter, om ons dichter bij u te brengen, Vader. Nog 5 minuten. Het begint met de bekering. Het hele verhaal heeft te maken met de bekering. Weet dat we in de bekering kunnen ook weer een bekering hebben. Soms zijn we bekeerd, maar we zijn niet meer bekeerd. Maar ik wil de komende 4 minuten de tijd nemen om te bidden met mensen die zeggen, luister, ik ga voor Jezus. Ik ga voor God. Het lukt me niet altijd. Maar ik wil er gewoon voor gaan. En ik heb het geloof dat deze storm
ten goede zal keren in mijn leven. Ik heb het geloof. Ik heb 4 minuten, u mag naar voren komen. 4 minuten heb ik nog. Jezus. En als er niemand is, gaan we naar huis. Jezus. U in de zaal, u kunt God aanbidden. U in de zaal, u kunt God aanbidden. Come on. I hear you every day.
power in his name. Healing power in the name of Jesus. Delivering power in his name. There is power to give peace, hope, and it's there to break every chain. Berg was en de grootste overwinning pakte. Daarna kwam hij in afzondering en in eenzaamheid. Maranatha, we hebben een tijd op de berg de grootste overwinningen gepakt. Maar er is ook een tijd van afzondering en eenzaamheid gekomen. En wat u moet weten, toen God kwam, kwam er een storm. Maar God was niet in de storm. Hij bracht de storm, maar hij was niet in de storm. Na de storm kwam er een aardbeving. God bracht de aardbeving, maar hij was niet de aardbeving. Na de aardbeving kwam er vuur. Het vuur wat we vandaag hier ervaren. Het is het vuur van God. Maar het is God zelf niet. En daarna kwam er een koele wind. En God was daar. Ik wil u niet naar huis laten gaan met een hype. Maar ik wil u laten beseffen dat als u naar huis gaat, wees fijngevoelig voor de koele, briese wind. Want daar is God. Neem niet iets van een samenkomst mee als dat is God. Hij is meer dan dat. In een samenkomst kan hij zich niet eens ten volle tentoonstellen, want hij is meer dan dat. Maar ga niet gewoon naar huis, maar weet, het is een koele wind. En hij is daar.
Ik geloof het, Maranatha, de mooiste tijden staan echt, zijn echt voor ons. The best is yet to come. Ik geloof het echt, the best is yet to come. En ik weet niet of ik in de positie ben, maar ik wil het wel zeggen. Ik geloof dat in ieder van ons 2 of 3 mensen mee moet nemen volgende week. Want de wereld heeft Jezus nodig. En ik geloof dat God zal onze gebeden beantwoorden. Wij zullen niet meer hetzelfde zijn, maar ook ieder die aan ons verbonden is zal niet meer hetzelfde kunnen zijn. En voor degenen die het op hun hart hebben, wil ik dit zeggen. Als u vanmiddag toch niks te doen heeft, ga niet naar huis. We hebben nog een middagdienst. En u gaat niet teleurgesteld zijn. Er is een woord vanmiddag. Geef de Heer de eer alsjeblieft.